Waterman, maand oktober voor jou. Er is veel aan de hand, ook echt bij jou thuis. Ik begin eerst met de oktobermaand, want er zijn veel events. En daarna gaan we even naar jouw stukje oktober. Oktober 22 is echt zoeken naar balans, naar innerlijke balans. Yes, yes, yes. Wat neem je mee? Wie laat je achter? Wat heb je nodig? Wie niet? Dat zijn allemaal vraagstukken waar jij gaat weekend overwegen in de maand oktober. Mars, die gaat je treiteren, die wil vooruitgang in better days, maar die gaat je echt tot orde roepen, dat je het echt voelt van ja, want ik blijf het zeggen, jullie voorouders zijn aliens, dus bij jullie gaat dat altijd anders, maar het wordt duidelijker voor jou in de schorpioenseizoen. Ja, na 23 oktober ga je meer begrijpen van wat er precies speelt, want jullie gaan veel meer naar jullie hart, hè. Jullie zijn zo gepest voor de mensheid dat jullie er weer gaan bijhoren. Venus in maagd, Mercurius in schorpioen, brengt alle waarheid aan het licht. Yes, en het enige wat je kan doen is dat ontvangen om de chaos om je heen te verwijderen. Om de situatie, dat wat niet nodig is, allemaal weg te gaan. Dubbele cijfers, die gaan je helpen. Dat zijn die cijferreeks, die moet je gewoon googlen, zoeken voor spirituele leiding. Want dat gaat je helpen om steeds meer dichter bij je waarheid te komen. 14 oktober gaat Mercurius in retrograde. Dat is de periode om geen nieuwe contracten, nieuwe baan of ontslag te nemen. Gewoon timeren om terug te kijken naar de oude koeien die uit de sloot komen. En die gaan zo bij je zijn. Die gaan ook zo net als jou kijken. Zo, nou ja, hoe wil je dat doen? Zo, ja, die koeien. En dan mag jij kiezen. Ga die koe de stal in en even opnieuw beginnen. Of ga je ze allemaal weer teruggooien in de sloot. Zodat je echt een prettig nieuw begin hebt. Ja? Wat heb ik nog meer staan? Mercurius gaat deze maand tegenover Uranus, dus jouw planeet, voor radicale verandering. Mercurius gaat je zo lullen, dat je vanuit de achter naar voren, je gaat veranderen. Ja, want er is dus, zoals ik al zei, bij jou is veel aan de hand. Blijf optimistisch. Na de 23e weet je meer. Daarna hebben we nog die Mercurius retrograde. Dus november sta jij veel stabieler. Als je een partner hebt die jou steunt, dat is fijn in je liefdesleven. Heb je iemand die jou nu niet steunt, brengt heel veel instabiliteit thuis. Of in vrienden. Dat je mensen hebben die jou niet steunen, ken jij een beetje. En daar wordt dus, want mensen of partner die jij hebt, die verandert constant van gedachten. Of jij verandert constant van gedachten, waarvan jullie niet tot een ding komen. Pas op voor roddels. Dat kreeg ik echt helder door. En het delen van vertrouwelijke informatie. Let daarmee op. Ja, dat is heel belangrijk, want dat kan voor instabiliteit brengen. Nou, we zitten in de weegschaalseizoen. Dat is dus Venusplaneet. Dus ik heb aan Venus gevraagd, wat op jouw thema, wat ze ons gaan vertellen, om het makkelijker te maken. Twee tarotkaarten voor jou, twee tarotkaarten voor de overkant. Ik zeg altijd de linkerkant, dat is voor jou. Je mag zelf, je weet zelf waar je staat, want soms is het kriskras. En ik adviseer iedereen om altijd om nog even eind telescoop van september te kijken, bedoel ik. Want ik ben soms te vroeg, de vorige maanden. En misschien eind van de maand kun je nog een keer naar deze kijken. Dan word je wat wijzer. Yes! Wat wil Venus jou vertellen? Oeh, iemand heeft je geprikkeld. Nieuwe liefde. Het kan ook iemand oud zijn, hoor. Als je dan in de liefdesrelatie zit. Begint opnieuw. Misschien doordat de wieken en wegen innerlijke balans worden we allemaal geprikkeld en ik hoop vooral dat je iemand nieuws hebt ontmoet. Zeer zeker, dat wens ik je. Dus iets nieuws kan binnen en kijk eens, je kende de persoon. Ik zeg niet dat we bij elkaar blijven, je weet, ik zeg dat niet. Maar iemand heeft je geprikkeld en die kwam misschien een les brengen, een leraar, zowel uit het licht of uit het donker. Jij zit zo in de situatie. Dus twee voor jou, even kijken. Twee tarotkaarten voor jou. En dan gaan we naar de overkant. 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 Opnieuw beginnen, zie je? Naar de nul. Om alles te snappen. De dwaas. En vertrouw erop. Gaan we met deze beginnen. Je denkt veel na. En dat is door te mediteren. Heb je meer energie om even de juiste keuze te maken, die tweesprong. Ja, nee, nee, ja. Kom tot rust. Doe leuke dingen. Oh, dat is hier. Zie ik, doe leuke dingen. Want er is een focus
die jij hebt op iets of wat jou vasthoudt. Die houdt jou kortzichtig. Ga het vieren met mooie mensen, met twee mensen. Dan ben jij de derde die het leuk voor je maakt. Ja, want deze focus die je hebt, die laat je geen keuzes maken. Je wil per se. En dan kun je geen keuze maken. Obsessie is niet van God. Yes, dan kunnen we zeggen focus op iets moois. Maar geobsedeerd op iets, dat is wat anders. Verander van energie, dat kan ik beter vertellen. Verander van energie. Als iets niet gaat hoe wij willen, hè, luchttekens. Het heeft toch geen zin om altijd hier te zijn. Ga naar je hart, waarom? Was het een les? Haal de les eruit. Waarom? En dan kun je een keuze maken de hele tijd. Ja, nee, ja, nee, nee. Want de tweesprong eigenlijk is dan stave 2. Is een leuke vooruitzicht, misschien qua werk. Iets nieuws komt op je af, maar dit moet weg uit je hoofd. Uit je hoofd die uit je hoofd. Aan de overkant zie ik ook veel luchttekens. Oeh, die valt echt op de grond. Dus de overkant, die is bezig met de overgang. Die gaat naar de overkant van de brug. Maar die moet nog heel veel. Die voelt zich tegenover je. Dit is dan die tegenpolen. Is misschien jouw tegenpol. Ja. En die is heel realistisch. Aardeteken. En daardoor kan het dan tegenovergestelde zijn. Omdat die heel aards is. Heel erg van de heel simpel, heel nuchter. En je zit helemaal in je hoofd in de lucht, in de wolken. Yes. De overkant denk je, doe ze even realistisch, joh. Als we een overgang willen, moeten we dat gewoon op een andere manier doen. Yes. Niet, dat moeten we samen doen. Niet tegenover elkaar. Want dat komt terug in relaties. Dat mag ook in vrienden zijn. Op je werk. Samenwerken om tot een conclusie te komen. Samenwerken om de nieuwe liefde te mogen vieren. Want ik zie ook viering aan deze kant. Maar dan moeten we tot een samenkomst komen. Niet eentje moet de focus hebben op dat. En de andere voelt zich dat iemand tegenovergestelde is. Ja. Realist aan de overkant. Die kan jou helpen. Vraag het voor reële dingen. Van nou, ik wil. Af en toe zit ik zoveel in mijn hoofd. Zie je, realist valt. Ja, zeg er wat van. Help me nuchter worden. Want mijn obsessie of mijn focus op iets. Want ik wil de vertrouwen hebben dat het goed komt. Ik wil vanuit de nul beginnen. Maar ik zit vast. Ik loop vast. Dat is de waterman. Die loopt vast. En de overkant denkt, dus even real. Steek over. Ja, ga tegenover dat staan. Is het een nee? Misschien moet je even nu naar de ja lopen om te kijken wat het met je doet. De overkant is best wel koeletjes eronder. Dat voel ik ook maar van. Laten we realistisch naar de situatie kijken, waterman. Nee, dat is dit. Ik wil best wel met je vieren, maar we moeten de juiste focus hebben. Geen obsessie. Ja, ik wil best wel op de nul met jou beginnen. Want vandaag viel ook al de dwaas als dagkaart. Ja, het is zaterdag. Viel als dagkaart. Dus met veel wijsheid opnieuw beginnen. Maar dan moet er wel een aantal negatieve dingen dat we niet kunnen gebruiken weg. Oh, is het misschien roddelen met vrienden? Vertellen dat vertrouwelijke over de overkant naar de ander. De overkant kan het voelen. Kan het voelen en dan kom je dan anders over. Nog een keer kijken hier zo. Dus dat wat er allemaal aan de hand is, dat nieuwe prikkeling, dat ondersteuning of niet ondersteund worden door je partners of vrienden, het is allemaal aan jou. Jij moet een andere focus hebben. Jij moet het vieren met jezelf. En de keuze kan je alleen maar jij maken. De ander kan je alleen maar vertellen op een realistische manier van hoe hun het hebben gedaan. Dat het niet zo werkt, dat je dan toch altijd moet oversteken om daar te komen. En jullie kunnen wat koppiger zijn. Neem het mee. Haal dat eruit wat je niet nodig hebt. Verander van energie voor better days. Want de liefde, die heeft je geprikkeld. Al ben je al jaren samen, je houdt van deze persoon, die persoon misschien ook voor jou. Ben je vrijgezel, dit is onderweg van jou, maar dan moet je wel even veranderen. Dat is wat ik doorkrijg, van energie. Want anders krijg je alleen maar van die nuchtere mensen denken, Zweven is wel leven, maar kom met je voet op de grond, zodat we mooie dingen kunnen gaan doen. En laat dat kletskousen allemaal los, waterman. Yes, tot volgende maand. Na de 23e weet je meer. In de tussentijd reis en werk hier aan. Yes, want de geliefde of nieuwe liefde, die heeft iets met je gedaan. Je moet transformeren voor beide days. Oké, okay?
Mwah, mwah. Tot volgende maand. Gedraag je. Oké? Doei doei.